touwtjes springen denk je aan kinderen op het schoolplein, maar niet aan een serieuze sport. Maar dat is het toch echt, want aankomende zomer is er zelfs een Europees kampioenschap. En Robin Klaver, die doet eraan mee. Athletes, ready, set. Robin, iedereen heeft al als kind touwtje gesprongen, maar jij bent gewoon legit kampioen touwtje springen. Vertel. Ja, ik doe dit al 15 jaar en hoe meer je natuurlijk oefent, hoe beter je wordt. En afgelopen keer heb ik dus een nieuw Nederlands record gesprongen en dat was natuurlijk super gaaf. Dit onderdeel was 30 seconden speed, dus dat is eigenlijk zo snel mogelijk heel veel sprongen maken in 30 seconden. Er zijn nog veel meer onderdelen, je kan het namelijk alleen doen, maar je kan het ook in teamverband doen. Oh, ja, okay. Dus dan is het eigenlijk nog best een gezellige sport, want het leek me best eenzaam om het in je eentje te moeten doen. Nee, dat lijkt zo, maar dat is inderdaad niet zo. En wat was het record wat je hebt gehaald? Dat was 184 sprongen in 30 seconden. Dat is heel veel. Mij gaat dat niet lukken, maar je gaat me wel een lesje geven, toch? Zeker, ja, zeker. Ik heb mijn sportdenking al aan, dus laten we het gaan proberen. Ja, doen we. Alsjeblieft, die is voor jou. Thanks. Je weet in ieder geval wel hoe je nog moet springen, toch? Ja, ik weet het. Dat weet ik nog wel. Oké, als je het snelheidsgedeelte wil opbouwen, dan is het misschien makkelijker om rustig aan te beginnen. Oké. En dan ga je rechts, links. Oh, kut. En op een gegeven moment kan je hem dus zonder en dan ga je steeds sneller. Het is niet echt een hele populaire sport tot nu toe. Veel mensen kennen, in ieder geval, ik ken het nog niet. Nee, klopt. Het is een hele onbekende sport, maar wel superleuk. En leuk dat er inderdaad ook aandacht aan wordt gegeven nu, zodat veel meer mensen ervan af weten. En het is ook een sport wat je zo heel makkelijk kan doen in de sportschool of thuis. Oké, leuk trucje om te leren. Dat is de kruis. Die zie je ook heel vaak, ook bij boxers. Die gebruiken dat vaak ook als warm-up. Dus je springt één keer en je doet een kruis voor je lichaam. Oké, dat kan ik. Oh, toch niet. Ik zag net op jouw armen wat striemen zitten. Ja. Hoe kom je daar dan aan? Ja, dat komt eigenlijk door een ander touw. Want dit touw is eigenlijk om mee te beginnen. Ja. Maar goed, als je wat gevorderder bent en je wil steeds sneller gaan, dan hebben we eigenlijk een ander touw. Dat heet echt een speedrope. Ja. Ik zal het even bijpakken. Oh, dit dat is een ijzeren draadje. En als je het tegenaan krijgt, dan krijg je dit. Oh, dat doet echt heel veel pijn, denk ik, of niet? Ja, op dat moment wel. Maar op een gegeven moment trekt de pijn wel weg. Een ander trucje is ook heel leuk. Ja. Een rondje draaien. Dus dat is één keer springen, je omdraaien, achteruit weer springen en weer omdraaien. Ja, dat ziet er echt uit als ik dit ga kunnen. Jawel, komt goed. Okay. Als je touw voor je is, dan doe je hem, hou je hem even stil. Ja. Dan draai je om en sla je hem achter weer open. Dat is stap 1. Als die boven je is, dan kan je letterlijk meedraaien. Dus met het touw, dus als die boven je is, kan je mee terug. En dan spring je er weer overheen. Spring en draai om. Spring! Ja! Yes! Dat was hem! Ja, we hadden hem al! Dat was goed! Nice! Dit is net leuk! En hoe vaak train je per week? Ik train nu nog 3 keer in de week, maar het wordt 5 keer in de week. Maar dan werk je er niet naast, denk ik, of wel? Ja, ik werk 40 uur. Je werkt er nog naast? Ja, ik werk fulltime. Ja, ja. Maar hoe doe je dat, joh? Ja, ik moet wel, want er valt helaas niks te verdienen in de sport. Ik wil je eigenlijk wel uitdagen. Ja, dus ik heb nu wat dingen geleerd van jou. Ik denk dat ik jou kan verslaan. Nou, dat wil ik wel zien. Ready. Athletes, ready. Set. Dankjewel. Succes op het EK. Dankjewel. Ik hoop dat het goed gaat komen.